We zijn er in het kleine wijk, op de Kastanjestraat, bij het mooie plantsoentje. Vorig jaar is het officieel feestelijk geopend met een kerstmarkt. Door Karin van Doren, directeur van Mitros, en Harry Bos, wijkwethouder wonen. Wat heeft het allemaal voor inspanningen gekost voor Mitros om dit te realiseren? Ja, er is een hele lange tijd van voorbereiding aan vooraf gegaan. We zijn al zo'n 10 jaar bezig. Wat moeilijk was, is ook om voor de oude bewoners, voor de vroegere bewoners van de wijk, om toch hun oude vertrouwde verstek te verlaten. Dus dat was toch wel een zorgvuldig en ook wel moeilijk proces. En toen zijn we hier gestart met de voorbereidingen van de sloop en het bouwen en dergelijke. En we zijn heel trots op het eindresultaat, op 18 prachtige huurwoningen en op alle koopwoningen hier. Dus daar zijn we heel blij mee. En wat heel mooi is, is dat ook veel mensen uit het kleine wijk zijn teruggekeerd. Zowel in de huurwoningen, daar komt iedereen of uit het kleine wijk of uit Ondiep. En een paar, geloof ik, uit Zuilen en ook uit de koopwoningen komt een derde toch uit de buurt. Dus dat is een heel mooi resultaat. We hebben ook een bewoner gevolgd, oud-bewoner uit het kleine wijk, die aan het verhuizen was en terugkeerde in de wijk. Stoelen. Ja, geef die plantjes erop. Ik deed kwetsbare dingen, dat moet je als laatste doen. Stoelen krijg ik er niet in. Ja, die anders ook een nieuw huis, maar mijn vrouw die kan hier niet zo accorderen. Die vindt het hier niet zo bijzonders. Je hebt daar een beetje heimwee naar, de oude buurt. Ja, de moeder woont daar in de buurt. En alles eigenlijk, ja, ik kan het bijna niet voorstellen wat allemaal, van alles. Het is gewoon gevoel. Hè? Sommige mensen zeggen, ja, hoe ken je dat nou? Je hebt toch een prachtig huis? Maar ja, het is gewoon een gevoel, hè? Dat kun je moeilijk uitleggen eigenlijk. Maar nou we weggaan vind ik het ook wel leuk, hoor. Ik vind het wel spannend. Ah ja, sommige mensen die verhuizen 6-7 keer per hun leven. Het kost je alleen wel 6-7 jaar van je leven. Dus het is een driehoeksruil dus. Driehoeksruil. Zij komen... Wij gaan in hun huis en zij komen in ons huis. Dat is uniek, want normaal mag het eigenlijk niet. Maar dat is een uitzondering gemaakt. Zo, ja, mag ik. Zet ik hem even hier. Prachtig. Hulp van vrienden en kennissen, dus het gaat hartstikke goed. Ja. En familie. Ik vind het wel jammer van die oude huisjes. Had er heel veel mee gedaan kunnen worden, want dat is een unieke plek. En wij voelden ons... Maar nou, die stadsverwarming, en dat is toch ook wel wat waard, hoor. Grote, ruime huizen. We zijn wel met z'n tweetjes, maar heerlijk. Mijn eigen bejaardenzolder, mooie badkamer. Dat zijn dingen die ik wel erboven... Dat vind ik wel prachtig. En het andere huurtje was natuurlijk ook heel erg laag. We zijn die dubbele gaan betalen. Dus het was even, het begint wel slikken. Hè? Maar dat gaat gelukkig ook nog wel goed. Mag ik nou even gaan helpen? Ja, ik vroeg me af wat er wel ging. Gaat dat wel, de Ton? Wacht even, hou vast. Ga ik erop. Even iemand erop, ga jij er maar op, Ton? De leners, dat mag niet heus. Ja, zo is goed. Zo is het goed. Het is maar een rotstukje, joh. Ja, dat is wel. Nou, dat is niet zo hard, hè? Twee mensen in één huis. 30 uur in de knip. Dit huis, nummer 46. Hoe lang woonden jullie eerst in het kleine wijk? Wij woonden hier vanaf 1984. Tot 2007. En dat is dus 23. 23 jaar hebben we hier gewoond. Dat was onze eerste eensgezinswoning. Dat was een klein huisje. Maar ja, wat ik net ook gisteren zei, we wilden graag dat het huis bleef staan. Maar dit is ook perfect. Dit is... Jullie hadden toen een hele grote tuin, hè? Want jij had een hoekwoning. Ja, klopt. We hebben gisteren eventjes een stukje gefilmd. Daar zagen we nog een oude... Er stond nog één dingetje. Van mij, aan de muur nog, aan het elektrische thuishuisje. Nou, hier was mijn poort. Hier. En deze trein hier, dat achter ook. Vanaf dit. Zo.
tot dat was allemaal van mij. Zo'n grote tuin had ik hier. Ik had 150, 175 vierkante meter. Had ik twee, drie terrassen, mooie vijven. Daar hing mijn scheppen en mijn elektriciteit. Dat is het enige wat er nog is van de hele wijk. De rest is poetsie. Heeft uw vrouw nou beter geslapen dan in de Jan Roelstraat? Ja, we hebben de eerste keer sinds tijden weer uitgeslapen. Maar ook overspanning of de verbouwing. Maar vanochtend werden we een lekkere extra dekbed bij gedaan. Want het was een beetje koud vandaag nog. Maar verder prima, joh. En mijn vrouw heeft het hartstikke goed in de zin. Ja, die is helemaal in de hum. En wat was het verschil met de Roelstraat? Ja, het is gevoel, hè. Dat kan je niet uitleggen. Dat is gewoon het oude plekje weer. En hopen dat het de buurt dat het allemaal slaagt. Maar daar geloof ik alle vertrouwen in.